van Huissen. En de overtreding op Moro. En meteen de vlam in de pan. Suzanne. We gaan hem irriteren. Zij Willem Leushuis vooraf. En kijk, dit is van oudsher het zaterdagvoetbal. En daar zien we het ook in de tweede divisie. Stefan Plat, de Volendammer. Daar is de voorzet. En daar bijna de 1-0. Olijfveld niet, Van Dam wel. En de overtreding van Dam. Justiana, en hier, nee! Valt hij niet, Jeffrey Buitenhuis was het. Helemaal vrij bij de tweede paal. Goeie aangesneden voorzet, een vrije trap van Justiana. En wat scheelt het? Mengerink. En de slijding van Leijenhorst is uitstekend. Mengerink. Tegenover veel rood-witte. En dan is er altijd wel een uitgestoken been. Alle hens aan dek achterin bij de Vogels. Iedereen van rood en wit is terug in het eigen 16 meter gebied. De wind richting het doel van Schaap. En daar is de goal niet. Daar was hij bijna van wie anders. Mengerink. Marciano Mengerink. Hij raakt hem in de draai. Half. Maar de redding is voortreffelijk van doelman Jamie Schaap. Goeie reactie. Daar gaat iemand te gemakkelijk liggen. Ja, dat kon niet anders. Scheidsrechter Puts zag het gebeuren. Dit is wel een overtreding. Hier, dat voetje van Grot raakt wel dat van Berkhout. Maar het is te licht om er een strafschop voor te geven. Markiet. Öztürk. Memi. Hamdi. Oh, dat is een verkeerde bal en dus de goal. Daar is de goal, daar is de winst. Daar is de zegen voor Katwijk. En wie anders dan Marciano Mengerink maakt hem. Jongen, de hele wedstrijd zie je hem niet. En dan is hij daar, zijn elfde. De fout begint achterin bij IJsselmeervogels, bij Buitenhuis. Geen goede terugspeelbal en dus Mengerink. En daarom ben je de topscorer, één van de topscorers van de tweede divisie. Kapitale fout van Buitenhuis. Zorg dat Katwijk in de slotfase wint met 1-0 van IJsselmeervogels. Marciano Mengerink is dan toch weer de man die ongelooflijk belangrijk is voor Katwijk. Want zijn goal in de extra tijd zorgt voor de zegen van de koploper.